allemaal. Leuk dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. Ik ben hier zojuist aangekomen bij CSI Lier. Hier is een internationale springwedstrijd. Dit wordt mijn derde internationale springwedstrijd. En eigenlijk weer de eerste van het seizoen. De eerste van het jaar zelfs. Dus het is weer een spannende wedstrijd. Ik ga hier van start met Mailstreams Inspiration in het 1.35. En met Mailstreams Lucifer in de zesjarige competitie. Dus dat is super tof. En we staan nu nog even in een vrachtwagen file, want je krijgt nu een plekje waar je mag gaan staan met de vrachtwagen en welke stallen van jouw paarden zijn. Je krijgt gelijk een eerste keuring, dus of de paarden fit zijn aangekomen. Dat is de eerste dag een beetje, dus nu zijn ze iedereen naar binnen aan het loodsen en een plekje geven. Helemaal aangekomen en ik ben nu bij de show office, oftewel het secretariaat. En Lucifer en Inspiration hebben nu een FEI paspoort. Dat betekent dat ze een internationaal paspoort hebben. En we gaan ons nu aanmelden en deze inleveren, zodat we officieel van start mogen. Dus ik ga hem even aanmelden. Ik denk dat het in België er iets anders aan toe ging, maar ik kwam me met mijn paspoort helemaal leuk aanmelden. En toen zeiden ze, je krijgt alleen je stalnummers en de rest moet je op het andere secretariaat doen. Dus ik heb nu mijn stalnummers en ik ga de paardjes even op stal zetten en dan zien we wel verder. Want ik moet ook nog wennen aan deze manier, hoe het op een wedstrijd eraan toe gaat. Voor mij is nu ook alles nieuw. Dus we gaan het vanzelf meemaken en uitvinden. Voor de paardjes komen moeten ze natuurlijk wel weten welke stal van ons is. Dus houden we deze op. Zodat ze weten dat ze in deze stal moeten. Het is een super gaaf. Ja hoor, komt u maar. Wow, Inspiration. Hello beauty. Yes, relax. I'm coming. Oeh, van België, Inspiration. Lucifer wordt eerst mee op zo'n grote wedstrijd. Oh, die puppy vindt het spannend. Goed zo. We gaan op weg naar de stal. Paspoort gecontroleerd en de paarden getemperatuurd. Ik heb Lucifer hem opgezadeld, want ik ga even rijden. Want deze pony heeft niet normaal veel energie. Dit paard bedoel ik. Ik zeg soms pony, maar het is wel een dik paard, hè. Ja. Wow, jezus. Ik wist niet dat je het zo spannend ging vinden allemaal, zeg. Hop, hop. Spannend. Oh, maar goed, het is hij een beetje energie kwijt kunnen raken. Dus we gaan nu naar de keuring. En ik snap het hoor, zo'n jonkie nog, hè. Oh, het zal echt aan de bak worden morgen. We zijn nu weg naar de keuring. En dan worden de paarden gecheckt, dus of ze fit zijn aangekomen. En of we de wedstrijd mogen starten. En ik ga als eerste keuren met Lucifer. Daar zo vindt de keuring plaats, maar er is een super lange rij. Ik ga het jullie even laten zien. Allemaal paarden die gekeurd moeten worden. En als je denkt dat dit de rij is, is die daar nog langer. Die zijn nog allemaal voor en wij staan daar te wachten. Oh, over een uurtje zijn we gekeurd. En dan moeten we nog een keer in de rij voor Inspiration. We zijn inmiddels al bijna aan de beurt. Er zijn nog een paar voor ons. En dan gaat hij zijn eerste keuring ooit doen. En we zijn dus nog in de piste waar het morgen allemaal gaat gebeuren. Ik zou zo tegenaan lopen. Opnieuw in de rij aangesloten en dit keer met Inspiration. Onze vrachtwagen staat super mooi, zo langs de verlichting. Wow,
topplekje, man. Op dit moment in de ring het parcours aan het lopen. En het is nu 5 jaar gebouwd. Dus voor Lucie verder 6-jarige gaat het nog flink wat gaatjes omhoog. En het is een 2-fase parcours. Dus het eerste deel foutloos, het tweede deel ook foutloos natuurlijk, maar dan ook op snelheid. Dus dan wordt het gelijk al een stukje moeilijker. We gonna break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's the fire, take me higher. Leave it all over again, all over again. We gon' break up, then we make up. Act like we're gonna be friends. There's the fire, take me higher. Leave it all over again. We're moving through the night like we're from a different star. Flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Christie's and Thomas for Nederland. Hola, wat is je naam? 77 Supervisie, de vakker van Lucifer. This is our 2766, new number 1, Lucifer. Different breed, cause what we got is timeless, we supersede. And we hold in the key, yeah we're tired. Lucifer en ik komen net uit de ring en ik ben mega trots. Hij deed het echt super goed. We waren gewoon foutloos en hij draaide nog een bochtje mee voor langs. Dus ja, ik ben echt mega trots. En ze rijden hier natuurlijk zo hard. En het niveau is hier zo hoog. Maar gewoon dat we nu volgens mij nog derde of tweede staan, vind ik echt super knap. En we moeten er nog een stuk of 30. Maar dat we gewoon alweer zo'n fijn rondje voor onszelf hebben gereden, ja, daar ben ik echt heel blij mee. Dus we gaan zien wat de uitslag doet. Maar ik ben heel blij met ons rondje. En we hebben precies volgens plan gereden. We staan nu de anderen te kijken en zoals je hier achter kunt zien, ik zal zo het even laten zien als het ingezoomd is, staat Lucifer nog steeds op het scorebord, dus dat is echt heel spannend. Maar er zijn nog heel veel koeien die gaan komen, dus het is nog even spannend, maar ik ben al zo blij met ons rondje en ja, hij pakte gewoon super aan. Ik ben echt tevreden hoe hij het deed. Dus nu eventjes wachten en dan focussen op inspiration voor ons 1.35 rondje en dat vind ik spannend. Oké, hier ben ik echt niet voor gemaakt. Ik sta nu voorlopig derde. Oh, ik moet trouwens echt nieuwe handschoenen. En er moeten er nog 6. Oh, ik zou zo graag de eerronde willen rijden. Ik vind dat zo tof. Oh, als ik derde kan blijven. Kom op. We zijn derde geworden. Dat is echt niet normaal. Ik ben zo tof. Echt niet normaal. Ik vind het echt heel leuk. Echt een leuk begin zo, jongens. Super, ouw, niet bijten. Myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You show me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win. You show me how to spread.
Zo, inmiddels zijn we aangekomen bij Millstreams Inspiration. En hij was zo gek op stal dat we dachten we doen hem even aan de lunch. Dat hij even een beetje zijn gekkigheid kwijt kan en even lekker zijn benen kan strekken. Hè? Goed zo, Inspiration. Ik heb zoiets cools net meegemaakt. Ik durfde het nog niet te vertellen, want ik dacht straks hoort iemand het. Maar ik stapte dus terug met Lucifer. En toen kwam ik zo Michael van der Vleuten tegen. En die stapte zo met een paard. Want ook die grote namen rijden hier allemaal mee. En hij zag dat ik een strik aan had met Lucifer. Dus hij zegt gefeliciteerd. En ik dacht echt, oh my god, hij zegt gewoon gefeliciteerd tegen mij. Dus ik zei, dankjewel, succes hè. Hij zei, dankjewel. Dus ik weet helemaal, volgens mij kent hij mij helemaal niet. Maar hij zei gewoon gefeliciteerd. Dus ja, die derde plaats is nu extra top. En nu het parcours aan het verbouwen en dan gaat de klasse 1:35 vaststart. En toen keek ik wel heel raar op, maar achter mij op de stoel zit gewoon Jeroen Dubbeldam. Holy damn. I don't know who you are. I don't know what you've been through. Why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you. Cause I feel you. What's the story to tell? What's the story behind? En toen kwam ik erachter dat die grote mannen gewoon in dezelfde klasse als mij starten. Want met het parcours lopen staat Jeroen Dubbeldam maar 2 meter van mij vandaan. Ik vond het echt doodeng, maar ik heb gewoon een foto met Jeroen Dubbeldam. Hij liep en hij moet in dezelfde rubriek als mij starten. Dus ik dacht, ja, nou loopt hij naast me. Ik ga er gewoon op af en ik heb een selfie. Ik wilde ook vragen om een interview, maar dat durfde ik nog niet. Sorry guys, ooit heb ik het lef om het wel te vragen. Maar ik heb een foto. Het parcours te bekijken. Inspiration en ik zijn helemaal klaar om erop te gaan. We gaan gewoon voor onszelf een fijn rondje proberen te rijden. Want ja, het is wel echt pittig niveau. Dus ik ben blij als ik een beetje fatsoenlijk rondje rijd. Dat het niet allemaal één groot drama wordt. Kom op, Inspiration. Wij kunnen dit wel, toch? Oh, volgens mij heeft hij er zin in. What's the story to tell? What's the story behind? The mountain you're trying to climb. Think I've heard it before in a movie line. We can ride. Inspiration, Nederlands van het rijden uit Into Dongen. Kalevaan was met Christy Stefan, de sprongen gerond. Voor geen ene moer. Het ging echt heel slecht en dat is gewoon wel kut, want je bent wel op een internationale wedstrijd en ja, je moet er veel voor over hebben om hier überhaupt te rijden en dan is het gewoon shit dat het zo gaat, want ja, en met trainen gaat het allemaal zo goed en hij raakt het hout niet aan en nu gewoon ja, iets van 4 balken, ja, dat kan gewoon echt niet. Het was echt ronde, ja. En ik weet ook hoe het komt en het lag weer volledig aan mezelf, omdat ja, ik gewoon overal te dicht kwam. Kijk, op een niveau als 1:10 is dat goed om zo te komen. Maar als je 1:35 rijdt, dan moet je gewoon plek geven, anders lukt het niet. En ja, ik zag gewoon een paar keer echt veel te dicht en ik zag mijn afstanden niet en het liep gewoon voor geen,
geen meter. Dus ja, want ik zag ook al die mensen kijken. Ja, het was wel echt een afgang. Ik wilde echt zo snel mogelijk uit de ring verdwijnen. Dus ja, ik ben niet zo trots op mezelf. We zijn nu weer op stal en paardjes. Het is etenstijd. Lekkere brokjes. Ik ben er gewoon echt achter wat ik verkeerd heb gedaan. Dus zaterdag een nieuwe kans en hopelijk vertrouwt hij mij nog en kunnen we het nog een keer proberen. Wij gaan lekker avondeten, pizza met prachtig uitzicht van het 1,45. Ik ben inmiddels op stal en heb de paardjes lekker hooi gegeven. Die gaan nu slapen. En morgen is het de dag dat ik helaas nog niet met Inspiration mag. En daar baal ik eigenlijk heel erg van, want ik wil nu gewoon zo graag nog een keer om te laten zien dat het echt wel beter kan dan dit. En dat te bewijzen aan iedereen, maar vooral aan mezelf en aan opa. En ga ik morgenochtend alleen met Lucifer van start. Dus het wordt een lange dag, alleen maar één keer knallen. Maar dan moeten we die ene keer maar eens extra goed doen, hè, Lucifer. Slaap lekker. Oh, geef je in de fans nog een kusje. Je begint al in de vlogs te wennen. Oh, hij wil het mee. Inspiration nog, slaap lekker. Inspiration. Jij ook. Slaap lekker. Tot morgen. Morgen eventjes trainen. Ja. Smakelijk eten hoor. Een hele goede morgen allemaal. Ik ben inmiddels wakker. Ik zit weer aan kwark met Krusli. En normaal kan ik heel goed ontbijten. Maar vandaag kan ik echt maar 5 happen. En meer lukt gewoon niet. Misschien omdat ik zo al moet rijden. Zo vroeg nu. En ja, ik weet niet. Of omdat ik het wel een beetje spannend vind. Maar ik het gisteren, ja, de tweede ronde niet helemaal lekker heb afgemaakt. Van de andere kant moet ik Lucifer gewoon vertrouwen, want die neemt me er wel mee. Ik weet niet wat ik precies denk, maar ik kan gewoon niet goed ontbijten. Dus ik neem mijn laatste hap en dan stop ik ook gewoon mee. En dan ga ik naar de paardjes, naar het parcours. En dan ga ik mijn focus vinden en dan gaan we er weer voor. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try. Cause you're the best thing, the best thing. You're the Christy Stepmakers, steek nog een takje bij, 1836, dat zijn we nu in ons verloofd met Lucifer, want dat was het gebied van Tietse in de lead. Dus competition 2826. Ik zag gewoon ophouden te veel en toen dacht hij, ja, wat doe jij nou baas, moet ik stoppen of niet? Dus dat was gewoon niet goed gereden. Maar verder ging het goed hoor, verder ging het heel goed. Maar het was ietsje minder dan gisteren, voor mijn gevoel zeg maar. Ja. Lucifer en ik komen net uit de ring. En ja, ik ben gewoon, als ik er dan uitkom, denk ik, shit, daar had het sneller gekund, daar had het sneller gekund. Je wilt altijd je tijden verbeteren. En ik weet gewoon dat, ja, dat het beter kan. Dus dan weet ik dat mensen hier gewoon overheen kunnen gaan. Want er zitten altijd tussen zoveel deelnemers, zoveel goeie, altijd wel mensen die perfect rijden. En ik had gehoopt dat het vandaag bij mij was. En het was bijna perfect, maar ja, één wending laat ik het dan toch liggen. En daar waal ik van, daar waal ik echt van. Maar terwijl het eigenlijk een grandioos rondje was, want hij is nog maar 6, hè. En dan zo aanpakken, niet normaal trots. Dat wij zo'n, ja, goede 6-jarige springpaard hebben, vind ik toch wel heel knap hoe opa dat gefokt heeft. En dat maakt het extra speciaal. Maar hij had hier echt goed kunnen eindigen. En dan baal ik van mezelf dat ik net die ene bocht het laat liggen. Maar ja, ik moet blij zijn dat ik toch maar weer waarschijnlijk in de top ga eindigen. En dat is ook super vet. Dus Lucifer, you are a hero. You are my hero. Yes, buddy. En het allerergste is dat het nu 8:30 is. En ik heel de dag niks mag rijden. Omdat alle rubrieken verder zaterdag en zondag pas zijn. Dus ja, als het aan mij ligt, nemen we gewoon 5 paarden internationaal springen mee.
Maar goed, we moeten ook naar de financiën kijken. En dat is net iets te duur. Dus net iets flink. Dus ja, ooit gaat, als ik hopelijk ooit een sponsor heb of zo, dan zou dat mogelijk zijn. Maar nu moet ik het doen met twee paardjes waar we hard voor werken om die mee te krijgen, hè jongens? Ja. En twee paardjes eigen fok is ook al zo vet. En zijn derde geworden. We hebben gewoon weer een podium gehaald. Ik ben zo intens blij. Voor de jonge paarden, zeven spotlights. En op die Christus hebben we de negen van de Lucifer van Christus en de laatste van Christus. Muziek voor de jonge paarden, de Franse kapassie. Christus, die zijn ons aan best wel zien. Het is worteltijd. Die heeft meneertje wel verdiend. Smakelijk eten. Ik ben nu op het secretariaat en hierzo moet ik me voor morgen weer inschrijven welke klasses ik wil starten met welk paard. Dat ik in het 1.35 met Inspiration inschrijf en de 6-jarige met Lucifer. De laatste dag al met Lucifer. Hoppa, ingeschreven. Inmiddels ben ik een lekker broodje aan het eten en mama die gaat zo weer weg. Want ja, we hebben thuis natuurlijk ook gewoon paarden staan en we hebben wel stagiaires en iemand die bij ons werkt. Maar mama moet ook gewoon naar huis en de webshop moet ze doen, want alle bestellingen moet ze versturen. Maar daarvoor in de plaats is een vriendinnetje gekomen en die gaat mij even groomen en een beetje helpen. Dus morgen zal misschien mama voor Inspiration terugkomen of misschien niet. En anders is ze er voor nu aan het verwerken. Het komt helemaal goed zo. Zeker. Wij zijn nu even lekker de andere klasse, de 7-jarige, aan het kijken. Nu ga ik nog even trainen met Mailstreams Inspiration. En ja, omdat het gisteren niet lekker ging, zorg ik dat hij vandaag heel goed aan mijn been is. Er goed doorheen, dat er veel ontspanning in zijn lijf is. Zodat hij klaar is om morgen weer over die grote hindernissen te springen. Zit is en dat ook tussen de balkjes en ik heb wat resuurpingen meegenomen, zelfs contracten op, want dat kan hij allemaal. Alleen ja, het is gewoon in het begin allemaal iets moeilijker, maar ik heb wel weer vertrouwen van deze training. Ik ga nou 100 keer het filmpje nog een keer terugkijken, zodat ik morgen niet dezelfde fout maak. En dan moet het morgenochtend gebeuren. En deze kleine aap die gaat genieten van zijn mooie strikken. Hij heeft wel even mijn doek een beetje scheef gehangen, maar kijk eens hoe mooi. Het is alleen wel heel zielig als je dan die twee strikken ziet en daar hangt helemaal niks. Dus daar moeten we maar verandering in gaan brengen. Maar deze puppy is echt on fire. Wij zijn lekker met de paardjes aan het wandelen, stappen. Want normaal gaan ze natuurlijk buiten en dat kan nu niet. Dus we doen nu lekker wandelen en veel laten bewegen. Inspiration die dacht net dat die schommels, dat die echt waren. Hij was helemaal onder de indruk. Lunchtime! Woe! Auw, Lucifer. Laat mij eventjes je waterbak vullen. Ik kreeg heel veel vragen waarom ik het hooi in het hooinet deed. En dat is omdat paarden heel de dag, meer uren dan normaal op stal staan. En dan vervelen ze zich. En als ze met het hooinet eten, dan duwen ze best wel lang over het hooi. Dan hebben ze wat te doen. En als het hooi gewoon op de grond wordt gelegd, ja, dan is het binnen een half uur op. Dus daarom kies je ervoor een wedstrijd dat ze net iets meer te doen hebben. Het is niet zo leuk, hè? Moet je meer je best doen voor het hooi. Maar inmiddels zit er al zoveel gaten in dat het eigenlijk gewoon opeten is. Ons eten is lekker binnen. Ik ga voor spaghetti. En jij hebt een lekkere spelletje. Goeie. Morgen moeten we weer knallen, dus we eten even spaghetti dat we morgen sterk zijn. Sterk. Inmiddels hebben we de paardjes weer eten en drinken en gaan lekker slapen. Morgen wordt een spannende dag voor ons. Spannende ochtend. En daarna nog in de middag met Lucifer voor de laatste keer. Dus morgen gaan we gewoon weer aan de bak. Slaap lekker en tot morgen. Doei!
Ik ga voor nu even de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het eerste deel al super tof vonden. Maar er komen nog een paar rondjes aan. En ik ben gebrand om te knallen. En mezelf te herpakken. Dus we gaan er volledig voor. En Lucifer is een top voor. Dus we gaan kijken hoe het afloopt. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Geef een blauw duimpje omhoog. En tot de volgende video. Want die gaat knijterspannend worden.